even terug naar afgelopen vrijdagavond. Het was de avond van de verkiezingen. Het was 20 minuten voor 12. En wij besloten op dat moment, toen duidelijk was dat MFK met Pik Pisas aan het roer de grootste zou worden, besloten wij Pik Pisas even te bellen. Even luisteren naar wat er toen gebeurde. Meneer Pisas, maak de schakel je paradise. Pa bien. Ik heb problemen met spreken met mijn telefoon. Ik werd gegoten met champagne en de speaker is weg. Dat kan je niet door. Heeft u champagne over uw telefoon gegooid? En nu hebben we aan de telefoon de toekomstige minister-president van de Curaçao, Gilmar Pik Pisas. Bon dia, bon simang. Bon dia, bon simang. En hoe is het met uw telefoon? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, die werd gisteren geserviced. Ja, doet het niet beter. Ja, gelukkig, want ja, wat gebeurde daar in Huizen Pisas vrijdagavond? Ja, dus, het was een euforie, je belde net op dat moment, dus ja, ik ben blij, hè. Echt, was echt blij, wanneer ik toch wel die, wat jij zo net liet spelen hoorde. Het is echt een emotionele moment. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja, had u, we hebben vrijdag ook al even heel kort gesproken, maar had u verwacht, hè, in elke campagne roept, elke lijsttrekker roept, we gaan het doen, we gaan 5 zetels halen, we gaan 10 zetels halen, we gaan voor de absolute meerderheid. Maar dat is natuurlijk ook een beetje wishful thinking, maar had u verwacht dat 9 zetels gehaald konden worden? Ja, ja, zeker. Voor 2 redenen. We hebben toch wel een drastische maatregel genomen, toch? Voor het vertrouwen van het volk in ons, voor de partij, dat is 1. En 2, er was te veel politieke partijen. En de restzetels, ik was er zeker van, als jij toch wel een grote partij bent, zal je zeker veel restzetels krijgen. En dat is gebeurd, hè. Ja. En ik ben ontzettend blij daarmee. Ik heb het verwacht. We hadden een dag daarvoor, nou, die woensdag hadden we een gesprek met de hele team, met alle kandidaten. En we hebben me gevraagd hoeveel persoonlijke stemmen dacht ik dat ik zou krijgen. Aangezien toch wel hoe de situatie is, zou ik toch min of meer 15.000 à 16.000 stemmen krijgen. Iedereen, ik kreeg een staande ovatie, want ik ging daarvoor. En ik heb het toch wel verwacht. Ik zou eigenlijk echt willen krijgen, maar ik ben heel blij met wat wij als MFK gekregen hebben voor het volk. Ik wil het volk van harte hiervoor bedanken. Ik heb geen woorden om te zeggen dank je. Maar het is echt heel goed hoe alles gegaan is. Ja, maar uw voorspellingen, hè, zoveel zetels en zoveel persoonlijke stemmen. U moet ook voetbaluitslagen gaan voorspellen. Kunt u geld mee verdienen? Ja hoor. Ik zeg altijd, luister, dat gaat gebeuren. Toen ik in de Staten zaten, zei ik een keertje, als Pueblo Soberano Ivar Asjes aanstelt als politieke leider, gaan ze na een korte tijd van 5 naar 2 of naar 0. Nu zijn ze op 0. Dus ik voorspel alles goed. Ja. Nou, laten we vooral niet te lang bij Ivar Asjes blijven staan. Wel naar iets anders wat u zei. U zegt van, nu hebben we echt ons best gedaan om het vertrouwen in de partij te herstellen. Kunt u uitleggen hoe u dat gedaan heeft? Ja, in principe ja. Je weet ook dat Jacinta toch wel veroordeeld werd. Zij zit nog in cassatie, dus zij had een hele grote kans om toch wel op verkiezingslijst te komen. Maar we hadden toch wel de beslissing. Ik had toch wel een beslissing genomen, nee, liever niet. Ja, niet alleen Jacinta Constantia natuurlijk veroordeeld. Meerdere leden van uw partij. Ja, Sparta in principe ook. Dus ik zei ja, laten we toch wel een schone lijst hebben. Wanneer we toch wel met de kandidaten spraken, zeiden we, hey, zeker een of ander probleem vertelt ons, want we gaan niet naar de politieke campagne dat wij aangevallen worden door personen waarvan ze zeggen, hey, jouw kandidatenlijst is besmet met mensen die toch wel min of meer in aanraking zijn gekomen met de justitie. Dus dat hebben we goed gedaan en dat heeft heel veel vertrouwen in de politieke partij. Hebben we heel veel vertrouwen gekregen. Ja. En dat is dat ik toch wel blij daarmee ben. Je ziet de resultaten zijn geboekt. Ja, maar toch eventjes, want wat juist ook een issue was, hè, onder andere met die veroordeling van schotten met korallen en zo, was niet alleen de mensen die op de lijst stonden, maar ook de mensen achter de partij die geld schoven links en rechts en zo. Heeft u daar ook de bezem doorgehaald? Nee, ja, dat was in het verleden. En mijn visie was dat wij toch wel goed zouden uitkijken waar we geld vandaan halen. Zodat het toch wel straks geen ander probleem daarmee krijgen. En ja, het ging goed voor wat dat betreft. We zaten niet eens bij de televisie, zo, want geld daarvoor was er helemaal niet. Dus we gebruikten meer Facebook en Instagram en die andere dingen. En om toch wel de boodschap te geven, wat ook in ons voordeel is. We zitten toch wel in de Staten, dus als wij toch wel dingen vertellen, dat wij toch wel aandacht krijgen van de media. Dus we zaten heel goed in de pers dat wij toch wel het bericht de volk kon arriveren. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Nu is er gisteravond een bereidwilligheidsverklaring getekend tussen uw partij, de MFK, en de PNP. Die goed is voor 4 zetels, zou samen 13 zijn. Jullie hebben al gesproken dus, de leiders van de PNP en de leiders van de MFK. Hoe zijn die gesprekken verlopen? Nee, de leiders hebben telefonisch gesproken, maar nu zijn we bezig met de 2 teams die we gevormd hebben. Zijn nu bezig. Ze hebben gisteren eerst de stap gedaan. We hebben een bereidwilligheidsverklaring getekend. Hierna gaan wij vandaag verder. Toch wel voor de ministersposten, om te kijken hoe we allemaal met elkaar zitten. En toch wel dat wij straks tot een regeerakkoord kunnen komen. Dat is eigenlijk de bedoeling van MFK. Zijn standpunt om toch wat breder te maken. Na die bereidwilligheidsverklaring gaan we kijken of de mogelijkheid bestaat om toch wel verder te gaan met de vormen van de coalitie om voor het volk te gaan werken. En dan zouden jullie bijvoorbeeld een Kem of een Trabau Bakkersau erbij willen vragen nog? Ja, dat kan ook. Dat is echt de bedoeling. Maar we zullen kijken hoe het allemaal loopt. Als we het niet halen, dan gaan we toch wel met die 13 zetels verder. En ja, ik heb toch wel gezegd dat wij samen moeten gaan werken. Als we toch wel de staatsregeling moeten veranderen. Ik denk niet dat het een groot probleem zal worden in de Staten. Dat die met die meerderheid van stemmen aangenomen zal worden. Dus ik hoop dat het toch wel goed uitkomt. Want we zitten toch wel. Ja, want u noemt iets waarvoor je een tweederde meerderheid nodig hebt. 14 van de 21 zetels. Dat zijn aanpassingen in de staatsregeling. Dat zijn fundamentele veranderingen van de afspraken die we gemaakt hebben in het eiland. Zou uw partij dingen willen veranderen in de staatsregeling? En zo ja, wat? Ja, maar ik kan u toch wel nu toch wel niet vertellen allemaal wat. Maar het is een kreet die al jaren in de Staten speelt. Dus dan kunnen we nagaan welke veranderingen moet gekomen moeten worden. Nou, de screeningswet bijvoorbeeld, staat in de staatsregeling? De screeningswet is een andere wet. Ik wil daarover helemaal niet eens praten, want vorig jaar wou de politieke partij PAAR dat veranderen. En we zullen later kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Maar de screeningswet zit toch nog niet in de staatsregeling, maar er zijn heel veel veranderingen die moeten komen. Maar nu kan ik u toch nog niet vertellen welke precies. Maar er moet toch wel verandering komen in de staatsregeling. Oké, nou blijven we dat op de voet volgen. Hoe ziet uw dag er vandaag uit? Ja, om 10:00 heb ik een gesprek met mevrouw de gouverneur. Daarna heb ik toch wel een telefonisch gesprek met meneer Knops. Om te kijken hoe het allemaal met contacten verder zal zijn. Over wat we allemaal van plan hebben voor het land. En daarna ga je toch wel naar de Staten om toch verder te gaan over wat we zullen doen. We moeten toch wel een ontwikkelingsplan maken. Dus ik ben toch wel gedurende de dag toch wel een beetje druk. Ja, en dan de uiteindelijke overdracht en de uiteindelijke installatie is ergens in mei, hè, geloof ik? Ja, in mei is het. Ja, precies. De precieze datum weet ik niet, maar het is toch wel in mei. Ja, u was in 2017 al even, ja, een week of 3 was u premier interim. Nou, 3 maanden. 3 maanden, neem me niet kwalijk. 3 weken, 3 maanden. Maar dit is toch wel anders, hè? Dit voelt meer als de real deal nog, denk ik. Ja, precies. Dit is de zwaarste taak. Want je moet het heel goed volhouden, hoor. Dat is het. Dat is het probleem, want je zult toch wel heel veel problemen ontmoeten of tegenkomen, zeg maar. En dat moet toch wel goed gedaan worden. Dus het wordt een hele zware taak, maar ik ben een persoon die heel veel van de volk, dus de mening van de volk toch wel hoort. Dus ik denk dat het toch wel goed uitkomt. Want hoe het allemaal is, zal ik het vertellen. Dat ben ik als persoon. Ik ben altijd een eerlijk persoon. Ja. Als ik een fout heb gedaan, dan zeg ik sorry. Als ik toch wel drastische maatregelen wil nemen in het belang van het volk, zal ik toch de volk daarvoor vertellen. Om te kijken hoe ze dat allemaal daarover denken. Juist. U heeft een gesprek gehad met Eugene Ruggenaad ook, zagen wij. Ja. Hoe is dat gesprek verlopen? Wel, ja, dat is goed. Hij heeft mij gefeliciteerd. Toch wel met die overwinning. En hij heeft gezegd, ja, ik wens je al de best. Het was een veel kort gesprek, maar ik waardeerde het heel veel. Doordat hij mij toch wel als eerste politicus mij opgebeld heeft. Dus ik was daarmee heel blij om. Ja. Tot slot nog even één ding, en dat is ook wel belangrijk. De COHO. Die moet heronderhandeld worden, hè, zo snel mogelijk. Alleen Nederland, volgens jullie, Nederland heeft aangegeven, daar zit eigenlijk weinig ruimte om te onderhandelen. Hoe ziet u de toekomst met de COHO voor u? Ja, maar je moet het altijd proberen. Kijk, wij als politieke partij moet je voor je woord staan. Ik heb gezegd, ja, we gaan die COHO heronderhandelen. De volk heeft voor mij gestemd. Toen ik dat zei. Er is een nieuwe regering, zoals ze in Nederland altijd zeggen, een nieuwe regering, een nieuw beleid. En ik denk dat ik toch wel de kans moet krijgen om aan tafel te gaan. En als ik aan tafel zit, kan ik Nederland in dit geval laten zien, hey, kijk, ik heb die oplossing en ik wil toch wel dat jullie naar mij luisteren. Dat wil ik. Als eerste, luister even naar mij. Ik ga niet zeggen, er is niet veel voor verandering, want ik was daar niet. Ik heb voor die kogel niet gezorgd. En ik moet toch wel de kans krijgen om toch wel aan tafel te zitten. En als dat niet het geval is, dan is het een kwade bedoeling erachter. En dat accepteer ik ook niet. Dan is de kwade bedoeling erachter, oké. Ja hoor, je moet me toch wel luisteren wat ik wil vertellen. Nou ja, kijk, Nederland heeft een afspraak met Curaçao. En dat is dan ongeacht welke regering daar zit. Ja, dat is toch wel, het was kort afgesloten, die afspraak. En ik moet toch wel de kans kunnen krijgen om daarover te kunnen praten. Dat wil ik. Oké, nou die kans zal u zeker geboden worden, denk ik. Meneer Pisas, veel succes de komende dagen. En dank u wel. Oké, van harte bedankt. En doe je die ja. Igual, ayo. Uit volle borst met het geluid van Curaçao.